Vandaag blijft dat die postbussen in Delaware eigenaar zijn van meer dan 2000 locomotieven, wagons en zo verder van de NMBS. En dus eigenlijk bent u geen minister van mobiliteit, maar minister van huur. Meneer minister, ik vraag mij af hoeveel postbussen er zijn in het dorp waar u woont. Ik heb mij laten vertellen dat u in Assès woont met 7000 inwoners. Ik denk dat dat dan ongeveer een 3000-tal postbussen moeten zijn in uw dorp. En overal ter wereld zijn er meer inwoners dan postbussen. Er is maar één uitzondering en dat zijn belastingsparadijzen. Daar zijn er meer postbussen dan inwoners. En een van die belastingsparadijzen is Delaware in de Verenigde Staten. En vandaag blijkt uit onderzoek van de VIF dat u eigenlijk geen eigenaar bent van het rollend materiaal van de NMBS. Vandaag blijft dat die postbussen in Delaware eigenaar zijn van meer dan 2000 locomotieven, wagons en zo verder van de NMBS. En dus eigenlijk bent u geen minister van mobiliteit, maar minister van huur, beste minister. En dus jarenlang heeft de Belgische Spoorwegen haar patrimonium te koop gesteld, snel verkocht aan een aantal trusts in Delaware en elders, om die dan heel snel terug te huren voor ongelooflijk veel geld. En dat is niet alleen een waanzinnige constructie, dat is ook nog eens peperduur. Want volgens Le Vif zou die constructie voor 1,1 miljard euro schulden van de NMBS hebben gezorgd. Dat is 1/3 van de historische schuld van de NMBS. Dus op die manier wordt publiek geld verkwist, worden private fondsen gespekt. En dat allemaal voor een korte termijn logica om zo snel mogelijk te cashen bij verkoop. En vandaar heb ik maar twee vragen voor u. De eerste vraag is, welk materiaal is precies in handen van welke trusts? Want het onderzoek lijkt nogal ontransparant te zijn en men lijkt niet te veel gegevens te willen delen. Dus welke delen van de NMBS zijn nu in handen van het buitenland en hoeveel betaalt men daarvoor? En tot slot, wat gaat u eraan doen om heel die contracten stop te zetten? Zelf als is het niet feitelijk illegaal, dan nog is dit ver van optimaal op vlag van goed beheer van overheidsgeld of transparantie. We hebben een probleem, denk ik wel, in ons land. Kijk, als er grote private bedrijven de belastingen ontwijken in belastingsparadijzen en er worden daar Panama Papers en weet ik wat voor papers allemaal over geschreven, dan staat het land op zijn stelten. Maar hier gaat het niet over grote private bedrijven, hier gaat het over overheidsbedrijven die diezelfde belastingsontwijking gebruiken en dus het eigen mechanisme van de financiering van de overheid ook ondermijnen. En ik had graag een duidelijk antwoord gehad van deze regering of die soort mechanismes voor gelijk welk patrimonium in de toekomst uitgesloten zouden zijn of niet. Zoals ik ook graag een antwoord zou hebben gehad, meneer de minister, over welke concrete delen van een NMBS behoren nu toe aan welke concrete trusts. Ik heb u verteld dat er weinig transparantie over deze zaak is en ik vind ook dat u als minister voor die transparantie moet zorgen en dat u moet zeggen welke locomotieven, welke stations, welke spoorwegen enzovoort bij welke trusts horen en hoe lang dat wij dat...